als ik zit ik doe asiel en migratie, dus ik zit dan... We hebben dat opgesplitst. En ja. Dus echt wanneer dat gaat over... Staat de micro? Alle andere materie, gericht aan Annelies Vroeger. Ja. Kunnen jullie mij verstaan in de zaal? Ja, oké, nu staat de micro op. Goedemiddag allemaal. Welkom op het paneldebat over crisismanagement. Ook voor de mensen die thuis op de streaming aan het volgen zijn. Een paneldebat over crisismanagement. De zondvloed van deze zomer die moet toch als een wake-up call dienen. En experts over in crisismanagement zijn het ook wel eens. Hè. Zo van dat soort crisissen zal ons in de toekomst nog vaker overkomen. Dus we moeten daarop voorbereid zijn. En onze kennis en expertise rond crisismanagement die is er op zich, maar die focust zich toch vaak op eerder kleinschalige incidenten. Een trein die ontspoort, een gebouw dat instort, een gasontploffing. En waarschijnlijk moeten we voor dit soort grootschalige rampen toch eerder onze crisisvaardigheden gaan opschalen. En de recente watersnood die toont dat ons land daar nog heel wat voorbereiding op heeft, of noodzakelijk heeft. Als brandweer worden we vaak als eerste ingeschakeld op dit soort crisissen en in gelijk welk soort crisissituaties. Ik denk dat dan ook weinig mensen beter voorbereid zijn op crisissen dan de mensen in deze zaal. Hè. Maar het is eigenlijk ook wel tijd om met ons en met de panelleden onze rol daarin grondig te evalueren. En we gaan dat vandaag doen in een paneldebat en ik doe dat met de dames en heren hier aanwezig. Jan Breers van CD&V, Bert Moyaerts van Vooruit, Robbie de Kaluwe van Open VLD, Eva Plateau van Groen en Koen Metsu van N-VA. Ik wil u van harte welkom heten allemaal. Dank u voor uw deelname aan dit debat. En ik stel voor dat we eerst eens gaan kijken naar het voorkomen van crisissen, naar de preventie, naar wat we vooraf kunnen doen. Terreur, een wereldwijde pandemie, ongebreidelde bosbranden, ongeëvenaarde overstromingen, what's next? Het gevaar bestaat erin dat de samenleving zich steeds voorbereidt op de vorige crisis. Bijvoorbeeld na 9-11, de aanslagen in New York, dan werd er zoveel aandacht gezet op het terrorismegevaar in Amerika, dat men vergat zich voor te bereiden op andere crisissen. En dan kwam Katrina, de orkaan in New Orleans, en was men niet klaar. We mogen ons dus niet voorbereiden op de vorige crisis. Maar ja, hoe gaan we ons dan voorbereiden op de volgende crisis? En ik zou misschien graag willen beginnen met u, meneer Breers. U met al uw ervaring vanuit het incident in Wetteren. Hoe kijkt u daarop terug? Hebben we toen geleerd voor volgende crisissen? We hebben ongetwijfeld geleerd. We hebben veel geleerd. Maar we vergeten altijd om iets af te werken. Ik denk bijvoorbeeld, we hebben toen eigenlijk zijn we van start gegaan met de ontwikkeling van BioLeurt. Dat is een van de uitvloeisels. Maar nog heb ik het gevoel dat BioLeurt niet genoeg is ontplooid. Dat nog te veel gemeenten dat te weinig promoten in de eigen gemeente. Want BioLeurt is natuurlijk de ideale tool om uw bevolking op de hoogte te stellen van welke ramp dan ook. Daarnaast denk ik dat we hebben groepen in de bevolking, ik zeg maar bedrijven, CVSO-bedrijven, die zeer goed voorbereid zijn. We hebben dan veel andere bedrijven die totaal niet voorbereid zijn. En ik herinner me nog dat men mij zegde bij ons, bij de brandweer, we hebben veel meer schrik van wat er zou kunnen gebeuren in de niet-CVSO-bedrijven dan in de CVSO-bedrijven die goed voorbereid zijn. We zien, eigenlijk moeten we ook constateren dat de brede bevolking niet beseft dat we naar grote rampen kunnen gaan. En dan begint, denk ik, de hele opleiding, de hele sensibilisering op de school. En er gebeurt wel iets rond verkeer bijvoorbeeld, rond mobiliteit. Maar ik denk dat we daarin veel verder moeten gaan en zoals alles de basisopleiding op de school geven. En die dragen dat dan wel verder uit naar hun ouders. Ja. Mevrouw Plateau, u bent naast parlementslid uiteraard ook expert op vlak van hoe een overheid zich kwalitatief moet gaan organiseren en managen. Is dat iets dat u ook in andere sectoren ziet, naast het crisismanagement, dat men eigenlijk vooral leert van wat er gebeurd is en misschien minder vooruitkijkt? Ja, ik wou even ook reageren op wat meneer Breers zegt. Van, we hebben eigenlijk BioAlert, maar we stellen vast dat dat nog niet volledig geïmplementeerd is. En ik denk dat daar de politiek vaak de fout maakt om een beslissing te nemen. En dat is mooi op de tekentafel en dat ziet er in theorie heel goed uit. Maar als iets niet helemaal geïmplementeerd wordt en het is niet helemaal doorgevoerd, ja, dan komt je op een gegeven moment tot de vaststelling dat het wat ooit een heel goed idee leek, toch in de praktijk niet goed werkt. En ik denk dat we daar wel
als politici wel de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat de hervormingen die we aankondigen, dat we die ook op een goede manier doorvoeren met betrokkenheid van mensen die het uiteindelijk moeten doen. Dus dat is wel een belangrijk gegeven. En uw vraag over van zijn we voorbereid op crisissen, zijn we daar genoeg op voorbereid? Dan denk ik, als we al kijken naar de pandemie die we gehad hebben, alle wetenschappers, alle virologen hebben dat eigenlijk wel voorspeld. Eigenlijk had de overheid dat kunnen weten, dat we die stok van mondmaskers, dat we die nodig hadden. Dus ook hier weer, ik denk dat heel veel zaken, net zoals ook de overstromingen, die de klimaatexperten ons ook voor waarschuwen. Dus ik denk niet dat het niet is dat we ze niet kunnen voorzien, maar dat we meer moeten erop voorbereid zijn. En dat dat ook wel een taak is voor de overheid. En ik hoop dat we die lessen nu wel gaan getrokken hebben uit de pandemie en uit de overstromingen, dat we niet voor de zoveelste keer in die valkuil trappen. Wat dan natuurlijk wel opvalt, is op het moment dat de overheid zich onvoldoende voorbereidt, dat blijkbaar burgers zich gaan organiseren om het te doen. Bijvoorbeeld met de mondmaskers zijn er allerlei groepen ontstaan die mondmaskers beginnen fabriceren zijn, maar nu ook zijn er tal van vrijwilligers die zich ingezet hebben in Luik. Is dat ook iets dat we als overheid moeten accepteren? We kunnen ons niet overal op voorbereiden, misschien toch beter gaan samenwerken met die burgers? Ik denk dat dat iets is, dat we hebben dat inderdaad gezien, hè, dat mensen uit Vlaanderen in Wallonië zijn gaan helpen en dat we dan zien dat er in België toch een grote solidariteit is en dat dat heel een goede zaak is. Wat dat we wel niet mogen zeggen is dan van, ja, trek uw plan aan, als overheid gaan we ons terugtrekken. Ik denk dat we die basisdienstverlening van veiligheid, hè, politie, brandweer, civiele bescherming, dat we dat absoluut moeten kunnen garanderen voor al onze burgers. Dat is echt een kerntaak van de overheid. Burgers kunnen daarbij ingeschakeld worden en kunnen helpen en daar moeten we ruimte voor geven. Maar dat mag geen excuus zijn om het niet meer zelf te gaan doen. Ja. Meneer De Caluwe, u was de voorzitter van de bijzondere commissie rond COVID. Zeer boeiende werkzaamheden gehad. Is het iets wat in de commissie aan bod geweest is, die werkzaamheden van burgers om eigenlijk de taken van de overheid een stukje over te nemen op een bepaald moment? En hoe staat u daar tegenover? Een van de conclusies die we inderdaad getrokken hebben, is dat we veel meer netwerken moeten vormen. Dat kan met burgers zijn, maar dat kan ook veel verder gaan. Want als we inderdaad gaan kijken naar de aanpak van de coronacrisis, wat stellen we vast? Dat is dat bijvoorbeeld volksgezondheid, dat die daar een enorm belangrijke rol in hadden, maar eigenlijk heel weinig ervaring met crisismanagement hebben. Dus een van de aanbevelingen die we daar gedaan hebben, is van, kijk, ook in vredestijd, zorg dat al die verschillende FOTS netwerken gaan vormen, dat die elkaar kennen, omdat, ik ben akkoord, je moet je voorbereiden op crisissen. En oké, we wisten inderdaad dat er ooit wel een pandemie zou komen. We konden ook wel voorspellen dat er ooit een grote watercrisis zou ontstaan. Maar je kunt nooit precies voorspellen hoe dat die gaat verlopen. Dus je gaat altijd toch voldoende moeten kunnen inspelen op de omstandigheden zelf. En dan is het belangrijk dat je de mensen kent om samen de juiste beslissingen te nemen en die ook heel snel te kunnen nemen. Dus ik denk, netwerken is belangrijk. En inderdaad, burgers hebben daar een grote rol in. Dat hebben bijvoorbeeld ook de vaccinatiecentra aangetoond. Dat is een heel groot succes geweest. Ik ben ook burgemeester, er zitten hier nog collega's. In de eerste plaats denk ik dankzij de gemeenten, maar nog belangrijker waren zeker en vast ook de vrijwilligers die zich daar hebben voor ingezet. Ja. Meneer Moyarts, u was ook bij de wateroverlast zeer nabij betrokken in de Demervallei, heb ik begrepen. Heeft u daar die inzet van burgers ook ervaren tijdens zo'n wateroverlast? Ja, ik ben inderdaad zeer kort betrokken geweest. Mijn eigen stad, Herdenstad, is ook een van de slachtoffers geweest in de Demervallei van heel veel wateroverlast. En het is misschien hier ook voor mij het ideale forum om toch eens nog opnieuw te benadrukken hoe dankbaar ik geweest ben met alle hulpverlening die we gekregen hebben. Dus het is het ideale forum hier om dat toch wel eens te zeggen. Er is inderdaad naast de hulpverlening ook heel veel betrokkenheid geweest van burgers. Er is een heel sterk sociaal weefsel in ons land. En we moeten dat misschien ook meer durven gebruiken. Ik denk dat dat vandaag iets is wat een troef is, waar we eigenlijk te weinig op inspelen. Dat gebeurt nog veel te vaak, in mijn ogen, ad hoc. Om een idee te geven, er moesten zandzakjes gedraaid worden. Je doet een oproep, er komen wel wat mensen naar de gemeentelijke werkplaats. Maar eigenlijk zou je dat allemaal op voorhand moeten kunnen incalculeren. Je zou
een soort bevraging moeten kunnen doen bij mensen die vrijwilligers willen zijn. Er zijn er heel veel. De ene is misschien verpleegkundige, de andere die wil iets met zijn handen doen. En dat je eigenlijk onmiddellijk, als je zo'n ramp hebt, dat je eigenlijk onmiddellijk uit die pool kan plukken en een oproep doen van kijk, dat wordt van u verwacht. En je kan dat natuurlijk nog altijd ad hoc nog wel op heel veel mensen bijrekenen. Maar dat is iets waar we misschien toch wel wat meer moeten bij doen, op voorbereid zijn, in plaats van altijd met dat sociaal weefsel daar een beetje ad hoc op te rekenen dat dat zou gebeuren. Dat gebeurt toch, maar ik denk dat we ons daar beter kunnen voorbereiden als we dat ook al wat meer implementeren in de hele maatschappij. Ja. Meneer Metsu, u bent ook voorzitter van een hulpverleningszone. Heeft de hulpverleningszone een bepaalde rol te spelen in het meer veerkrachtig maken van de samenleving, in onze burgers, studenten, jongeren, die veerkracht en misschien een stukje dat gezond verstand bij te brengen om tijdens crisis de juiste dingen te doen? Ja, 100%. Hè. En ik spreek nu niet enkel voor de hulpverleningszone Rand. Wij zitten heel sterk in op, dankzij onze zonecommandant, ook op preventie en proactie. Net om te voorkomen, wij hebben een hulpverleningszone van om en bij de 900 medewerkers. Laat ons zeggen een honderdtal beroeps, al de rest is vrijwilliger. Wij vinden die vrijwilligers ook nog, net omwille van het feit dat wij liever willen voorkomen. En het is wat collega Moyaars heel terecht aanhaalt. Crisisbeheersing in België, wat mij betreft, gaat altijd heel periodiek, gaat een beetje in golven, terwijl dat heel stabiel en structureel zou moeten verlopen. Toen ik zelf voorzitter werd van de tijdelijke commissie terreurbestrijding, u doelde daarnet op de strijd tegen terreur, was dat enorm frappant. Hè? 2015, de aanslagen in Parijs, wij richtten een tijdelijke commissie op om ons wetgevend arsenaal aan te scherpen. Dan worden we zelf ook geconfronteerd met die vreselijke daden 2016. We doen ons huiswerk en dan stopt dat ook op een bepaald ogenblik. Waar dat ik eigenlijk vind en ondervind, dat we niet blind mogen zijn voor gevaar dat er momenteel niet is. Want dat gevaar dat kan nog komen. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we terug naar het verleden kijken, dan gaan we terug zien van oké, waar is de fout gebeurd, waar kunnen we hier aan sleutelen? Terwijl dat het eigenlijk onze plicht ook is om te gaan zeggen van oké, wat als dit gebeurt? Hoe kunnen wij dan ervoor zorgen dat we zo kort mogelijk op de bal spelen, et cetera? En dat gebeurt in grote mate door reorganisaties, maar er gaat ook heel veel tijd overheen. Hè. En dat is de tweede bottleneck wat mij betreft. In 2004 worden we geconfronteerd met de ramp in Gellingen. Vanaf dan heeft men gezegd, ja, we moeten eigenlijk die brandweer gaan reorganiseren. Dan was het denk ik Milquet die de bal aan het rollen heeft gebracht. Jan Bon die inderdaad de rechtspersoonlijkheid van de hulpverleningszones per 1 januari 2015 in het leven mocht roepen. Dat is elf jaar na die ramp natuurlijk. En dan moeten wij ons de vraag stellen van, goh, kan dat niet sneller? En nu zijn we al aan de volgende hervorming aan het denken. Moeten we altijd maar blijven hervormen of moeten we die vehikels die we vandaag de dag hebben gewoon optimaler gaan inzetten? Ja, dat is een fantastische overgang naar het tweede thema. Hè? Want natuurlijk het eerste thema, ons voorbereiden op crisis, mensen veerkrachtig maken, daar eventueel ook de hulpverleningszones voor gebruiken, is maar het halve werk. Uiteindelijk, het tweede thema gaat over het effectief beheersen van die crisis, het remediëren op het moment dat het misgaat. En ik durf misschien een beetje aan het aansluiten van wat u net gezegd heeft, toch ook een beetje te chargeren. Crisisbeheer vanuit een theoretisch en beleidsmatig kader werd geprobeerd en loopt duidelijk niet. Het loopt met name mis bij grootschalige crisissen. Lokale crisissen worden snel bezworen, maar het is de opschaling waar we steken laten vallen, de samenwerking en met name de operationele opschaling. Vandaar, meneer De Caluwe, de discussie gaat vandaag over provincies, gewesten, federale overheid, moeten wij een Vlaamse fase hebben. Als brandweer gaan we ons daar absoluut niet over uitspreken. Dat is niet onze bevoegdheid. Maar voor ons gaat het over die snelle inzet van hulpmiddelen op het terrein, waar die ook vandaan komen. Hoe kunnen we toch gaan werken aan die betere, bovenzonale aansturing in plaats van enkel naar het beleidsmatige luik van crisis te kijken en ook naar dat echt operationele luik te kijken. Wat is de rol van de politici in dit verhaal? Ik denk ten eerste, misschien wat aansluitend op het vorige ook, dat wij als politici ook veel meer die reflex van crisismanagement moeten aannemen. Want dat is ook uit de coronacommissie gebleken, dat er eigenlijk niet echt bijvoorbeeld een opleiding wordt gegeven. Iemand wordt minister van Binnenlandse Zaken, maar die krijgt geen opleiding in crisismanagement.
vind dat heel vreemd, want toen ik burgemeester ben geworden, ik denk dat dat 3-4 dagen was. De toenmalige gouverneur weet het waarschijnlijk nog beter dan mij. Dus ik denk dat dat belangrijk is, dat politici ook die kennis en voeling met crisismanagement krijgen. Omdat als inderdaad een crisis boven lokaal wordt, zolang dat een lokale crisis is, loopt dat meestal goed. En de burgemeesters hebben dat onder controle. Maar hoe komt dat? Ja, omdat het natuurlijk meestal ook niet heel complex is. Zodanig dat het complexer wordt, ja, dan moet je met heel veel verschillende dingen beginnen rekening houden. En overstijgt het soms ook de mogelijkheden van de eigen hulpverleningszone bijvoorbeeld, waardoor er samenwerking met anderen nodig is. En ik denk dat daar dan een rol weggelegd is, enerzijds voor politici, maar ik geloof eigenlijk nog veel meer in een model van onderuit. Dagen zoals vandaag, ik vind dat heel goede initiatieven, omdat de zones op die manier elkaar ook leren kennen en ook weten van oké, zonecentrum, waar zijn jullie goed en sterk in? En dan weet een andere zone, als wij ooit een probleem hebben waar de zonecentrum kan helpen, ja, dan kunnen zij effectief ook afkomen. Dus ik denk dat er veel meer samenwerking moet komen tussen hulpverleningszones, dat geldt ook voor politiezones, maar dat echt van onderuit moet groeien. En dat is waar ik eigenlijk het meest in geloof. Meneer Breers, u heeft mij in het voorbereidende gesprek verteld dat u het gevoel heeft dat in Wetteren eigenlijk al wel goed is gelopen. Dat de symbiose tussen de politiek, de operationele aansturing in het crisiscentrum, maar ook op het terrein, dat daar eigenlijk toch wel mooi is samengewerkt met 80 verschillende brandweerkorpsen trouwens. We hebben daar 3 weken actief geweest. Hè. En in het begin kwam de minister van Binnenlandse Zaken, toen mevrouw Milquet, en ook onze toenmalige premier, die Rupo, die hebben een hele dag bij ons gezeten. En hun conclusie was, wij houden dat provinciaal, omdat er veel alerter kan gereageerd worden, omdat men veel beter aanvoelt wat de echte problematiek is. Maar natuurlijk komt het dan op aan om u goed te omringen. En ik had het enorme geluk om naast mij de brandweerkolonel van Gent te hebben, op het terrein de toenmalige brandweercommandant van het Waasland. In Antwerpen zat uw voorganger als specialist rond chemische rampen. En dan had ik nog BASF, Gert van Bortel, die heel goed wist hoe hij de ramp eigenlijk moest aanpakken. Je moet het geluk hebben om goed omringd te zijn. En dat had ik. Wat ik heel belangrijk vind, is die hulpverleningszones 2015, is dat eindelijk zijn uiteindelijk goede structuren geworden. Je zou het nog kunnen afvragen, 5 per provincie, toch in sommige provincies is dat niet te veel. Bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen zou ik gerust durven zeggen dat de 2 kleine zouden mogen opgaan in 2 van de 3 grote. En dan daarnaast ontbreekt er toch wel iets, een soort coördinatie van de brandweer. Je hebt dat wel bij de politie, omdat dat federaal is. Je hebt dat op het medisch vlak, omdat dat ook federaal wordt gestuurd. Maar de brandweer heeft dat eigenlijk niet. En dan vraag ik mij bijvoorbeeld af, we kennen een MIP, we kennen zelfs een maxi-MIP, een maxi-medisch interventieplan, waarbij als er meer dan 50 zwaar gewonden zijn, men eigenlijk de hele provincie en zelfs heel Vlaanderen kan aan het werk zetten. We hebben geen BIP, dacht ik. Misschien wordt dat eens tijd dat we dat eens ook voor de brandweer hebben. Ik weet dat de hulpverleningszones goed samenwerken. Dat is cruciaal, dat is voor mij de basis. Maar toch zou het niet slecht zijn dat er ook, bijvoorbeeld om te beginnen, provinciaal een soort coördinatie is die in het provinciale coördinatiecentrum, crisiscentrum, de vertegenwoordiger is van het geheel. Ik heb u heel veel interessante dingen horen vertellen. Daar ik zou nog één dingetje nog willen toevoegen, want je gaat mij dat niet meer vragen. Ik vind dat om die reden ook we niet opnieuw de civiele bescherming moeten ontplooien. Laat zoals het nu voorzien is, 1 in Vlaanderen, 1 in Wallonië, waar eigenlijk men echt materiaal heeft voor zeg maar, chemische rampenbestrijding. Dus heel expliciet voor speciale zaken. Laat ons dat zo houden en laat ons onze hulpverleningszones, die nu heel professioneel werken, laat ons die nog een beetje professioneler ondersteunen. Want uiteindelijk, zoals uw collega uit Oost-Vlaanderen van de centrumzone mij zegde, met 1 klik kunnen wij 18.000 mannen en vrouwen mobiliseren binnen onze brandweer. En dat kan de civielen niet. Ik kan dat alleen maar beamen wat mijn collega daar gezegd heeft. Natuurlijk heel veel voor om op in te gaan, maar ik zag mevrouw
plateau dat u teken gaf van nog even op in te pikken. Ja, als het gaat over crisisbeheer, is het toch wat telkens terugkomt uit de aanpak van de pandemie en uit de overstromingen, is die eenheid van commando. Dat het daar toch, je hebt verschillende organisaties die op een gegeven moment moeten samenwerken. Maar elke organisatie heeft zijn eigen cultuur en lijkt het toch ook niet dat, dat het samenwerken automatisch gaat of vlot gaat. En ik ben wel niet aan het pleiten om te zeggen we moeten daar nog weer nieuwe coördinatie-instrumenten gaan bovenop leggen, want dan krijgen we weer een waterhoofd. Dat alleszins niet. Maar wel nadenken van hoe komt het, welke cultuur is er in de verschillende organisaties dat op het moment dat er een ramp is, dat er dan toch spraakverwarring is en of dat die communicatie niet vlot loopt. Ik ben in de zomer ook naar Verviers en Pepinster geweest en ik heb gepraat met mensen uit de lokale besturen die ook zeiden ja, wij hadden heel veel nodig. Het leger komt naar ons. Wij willen als burgemeester dan het leger aan de slag mee wijzen op waar is er werk, waar is er nood, waar kunnen we gebruiken. En dan zegt Defensie of de mensen van het leger, wij wachten eigenlijk op orders van bovenaf en wij mogen niet luisteren naar een burgemeester. Allee, ik denk dat het die verhalen zijn dat tot veel ergernis hebben gewekt in de echte aanpak van die crisis. Maar daarnaast wil ik ook zeggen, waarom zijn de overstromingen zo'n grote crisis geworden? Omdat er... we hadden veel meer preventief moeten kunnen ingrijpen. Hè. Mensen totdat het water 2 meter hoog in hun huizen staan, die naar het dak moeten klimmen. De informatie was beschikbaar en dat gaat die onderzoekscommissie in Wallonië hopelijk ook aan het licht brengen. Hoe komt het dat mensen niet op voorhand geëvacueerd zijn kunnen worden? Want ja, natuurlijk, als de noden zodanig hoog zijn op een gegeven moment, ja, dan kun je wel met de vinger wijzen naar brandweer en hulpverlening die niet aanwezig was. Maar ik denk, het is er vooral fout gelopen. Hè. We hadden moeten kunnen voorspellen dat die overstromingen er gingen komen en de mensen dan op voorraad moeten geëvacueerd worden. Dus ik vind dat luik van preventie, dat preventieve, wel zeer belangrijk. En niet wachten tot het water dus 2 meter hoog staat. Ik denk dat dat wel ook een belangrijke les is. Ik zag dat meneer Mooijarts hier graag op wou ingaan. Ik heb al heel veel dingen gehoord waar ik denk, daar wil ik iets over zeggen. Maar zeker toen het geval kwam dat mevrouw Plateau zei van de afgelopen crisis, dat er toch wel wat dingen zijn die ons moeten leren dat er fout gegaan zit. Maar ik denk dat één ding dat echt fout gegaan is inderdaad die eenheid van commando. En dat is voor een groot stuk is dat eigenlijk iets waar politieke verantwoordelijkheid ook achter hangt. Want vandaag ontbreekt het ons ook aan een stuk wetgeving die bepaalt wie in zo'n crisissituatie op dat moment eigenlijk dat commando in handen krijgt. Dus dat is denk ik wel werk dat voor ons op de plank ligt om er iets bij te doen. Anderzijds denk ik ook dat deze crisis ons zeker moet leren dat, dat besparen, laat staan zoals een gewoon stand-still principe, dat vandaag niet voldoende blijkt, dat we zeker moeten durven inzetten, moeten mee investeren. Om het bijna met een mooie zin te zeggen, ja, besparen op brandweer is spelen met vuur, zou ik bijna zeggen. Dus, ik denk dat we daar echt wel moeten op inzetten. Meneer Briers heeft hier voor een stuk ook gehad van de civiele veiligheid, civiele bescherming. Ja, ik denk dat daar ook wel uit blijkt, maar voor mij is dat als Limburger misschien een beetje anders. We hebben eigenlijk nooit echt heel veel op de civiele bescherming moeten rekenen, omdat dat een beetje verder van ons af ligt. Hebben we dat voor een groot stuk ook zelf met de gemeenten allemaal zelf in geïnvesteerd. Dus onze hulpverleningszones kunnen eigenlijk heel veel van de dingen die ook de civiele veiligheid eigenlijk levert. Dus ik denk dat we daar moeten op kijken. Investeren in materiaal is één, maar je moet ook investeren in mensen. En in tegenstelling tot wat de brandweer vandaag kan, 18.000 mensen op de been brengen, kan de civiele bescherming dat helaas natuurlijk niet. Meneer de Kaluwe. Hallo. Ja, een beetje aansluitend op collega Plateau en ook wat u zei. Preventie is inderdaad belangrijk. Maar we mogen ons als politici ook niet laten vangen door een paradox die daar mogelijk in zit. Hey, want brandweer, jullie zetten heel sterk in op preventie en dat is ook belangrijk. Hey. Ik denk dat het belangrijkste doelstelling moet nog altijd zijn om een ramp te vermijden. Maar daar bestaat dan inderdaad ook het risico dat men zegt, ja eigenlijk, allez, ik stel het nu heel extreem, hebben we die een brandweer nog wel nodig, want het brandt nooit meer. Dus ik denk dat dat wel iets is waar we dan als politici toch alert moeten zijn. Ja, preventie is nodig, is belangrijk, maar het betekent niet dat we dan ook niet meer op de bestrijding moeten inzetten. Ja, de welbekende preventieparadox. Hoe meer dat je inzet op preventie, hoe minder dat het gebeurt en hoe minder je organisatie eigenlijk nodig is. Nu, als brandweer zetten wij inderdaad zeer zwaar in op preventie en laten we ons daardoor niet vangen, maar het is een risico dat bestaat.
Meneer Metsu, ik hoor hier heel veel zeggen over de rol van de hulpverleningszone daarin. Ik hoor niet zeggen dat die hulpverleningszones moeten nog groter, moeten samengevoegd worden. Maar ik hoor wel vertellen, die moeten misschien versterkt worden van binnenuit en misschien meer diensten omvatten of een bredere rol opnemen. Bent u daar als voorzitter van een hulpverleningszone akkoord mee? In zekere zin wel. Ik mag voorzitter zijn van een ambitieuze hulpverleningszone. Ik denk dat men ons wel heel lang een beetje een wortel heeft voorgehouden. Van kijk, schaalvoordelen en je gaat er allemaal de vruchten van plukken. Het gaat ook een stuk goedkoper worden op het gemeentebudget. Bij ons de kostprijs, en wij zijn heel minutieus bezig met de investeringen, de werkingskosten, personeelskosten, is nu verdubbeld. En ik vraag mij dan af, krijgen onze burgers, onze inwoners, nu twee keer die dienstverlening? Het is nog altijd dezelfde goede dienstverlening die er voordien ook was. Wat ik wel merk, in onze zone, dat zijn dan 21 gemeenten, dat zijn 21 verschillende culturen die je op één lijn moet krijgen. Doe dat maar eens, dat is niet zo heel eenvoudig. En zeker niet eenvoudig wanneer je altijd met postovers te gewerkt hebben die ja, hun post nog altijd als hun kind ook beschouwen. En ik kan mij er zeker vast iets bij voorstellen. Maar dat ligt nu achter ons. En ik merk dat iedereen, de ene heeft al meer tijd nodig gehad dan de andere. De knop heeft omgedraaid en gezegd, we gaan nu werken in die hulpverleningszones. Dan hangt het nog eens af hoe dat die hulpverleningszones onderling samenwerken. In mijn beleving, eenheid van commando, zeker en vast, maar het zou ook pertinent zijn mochten bijvoorbeeld die hulpverleningszones een soort veiligheidszone worden. Mochten uw politiezones, die veel talrijker zijn dan de 34 hulpverleningszones die ons land telt, mochten die deel uitmaken van uw hulpverleningszone. Wat dan ook weer niet wil zeggen dat die hulpverlening stopt aan de grens. We hebben gelukkig die snelst adequate hulp als er rampen gebeuren net over die grens. Ja, en ik mag al naar u kijken. Wij zijn jullie ook heel dankbaar dat jullie ons komen helpen. En wij Antwerpen in zekere zin ook. Dat is de logica. Nood breekt wet wanneer dat die nood ook het hoogst is. Moeten die hulpverleningszones nog uitgebreid worden? Dat weet ik niet. Ik hoorde collega Briers zeggen van het mogen er misschien nog iets minder gaan zijn. Ik ben daar niet helemaal van overtuigd. Ik ben daar niet zeker van, net omwille van het feit dat een van mijn taken nu al is om 21 burgemeesters op diezelfde lijn te houden. En dat is niet zo heel eenvoudig, hè. Daar moet ik geen tekening bij maken. Dus ik denk, naar grootte is het oké. Naar organisatie zou het mogelijk nog geoptimaliseerd kunnen worden zonder dat er nieuwe structuren uitgetekend moeten worden. Want we gaan van de ene structuur naar de andere en wanneer we ons comfortabel voelen in de ene, is het al tijd voor de andere. Dus een beetje stabiliteit, dat is wel wenselijk, denk ik, op dat vlak. Ja. Ik kijk naar de twee andere burgemeesters hier aanwezig. Ik hoor geen schaalvergroting, maar eigenlijk een schaalverdieping. Kan u zich daarin vinden, meneer Meurs? Ja, ik behoor zelf tot een zone die ook uit 19 gemeenten en steden bestaat. Dat is ook een redelijk groot gebied. Ik denk wel de grootste, ook in het Limburgse op dat vlak. Ik denk niet dat er nog veel moet vergroten qua hulpverleningszone zelf, maar wat ik denk wel belangrijk is, is dat ook uw politiezones bijvoorbeeld ook wat meer daarbij gelijk vallen. Ik denk dat daar ook nog wel wat moet opgeschaald worden. En dat daar sommige, in Vlaanderen begint dat wel een beetje te bewegen, denk ik, dat uw politiezones toch wel tot het besef komen dat ze ook wel wat zouden moeten kunnen verruimen. Maar om een heel eenvoudig idee te geven, ik heb eens met een brand aan de hand gehad dat de hulpverleningszone ter plaatse kwam. En het was net op de grens met een andere gemeente. En de rookwolk die ging over mijn gemeente, maar de brand zelf die zat op een andere gemeente zat die op dat moment. De politie die op dat moment aanwezig was, die moest plots wisselen, want ze waren niet meer bevoegd. En dan denk ik van, ja, dat is nu toch niet praktisch. Dus daar zou je eigenlijk ook moeten kunnen, aan een andere manier kunnen bewerken, denk ik dan wel. Dus ik denk dat daar wel nog wat merkpunten zijn en ook wat dingen zijn die beter kunnen. Absoluut. Ik ga eerst meneer De Caluwe het woord geven. Ja, het is inderdaad moeilijk om een juiste schaalgrootte te gaan bepalen. Nee, er zijn redenen om te zeggen we moeten vergroten. Er zijn redenen om te zeggen nee, het moet misschien zelfs nog kleiner. Nu, ik sluit me wel meer aan bij collega Metsu, dat ik het gevoel heb dat de schaalgrootte, althans de zone waar ik deel van uitmaak, dat is hulpverleningszone centrum, dat die schaalgrootte goed is. Nu, ik ben natuurlijk ook de kleinste gemeente in die zone, dus dat maakt
ja, dat ik ook maar moet slikken wat in ons geval de stad Gent beslist. Nu, ik heb natuurlijk een goede relatie en ik weet dat alle gemeenten die worden door de voorzitter van de zonenraad op dezelfde manier behandeld. Maar ik kan mij voorstellen dat dat potentieel in een aantal zones wel ooit een probleem zou kunnen zijn. Dus zomaar pleiten voor grotere zones ben ik geen voorstander van, maar ik denk wel dat we inderdaad moeten kijken van ja, hoe kunnen we toch gaan kijken naar een meer gecoördineerde samenwerking en aansturing van een aantal zones wanneer die samenwerking nodig is. Dank u. Ik zeg meneer Metsu, en dan ga ik het rijtje af, want ik zie iedereen graag reageren. Meneer Metsu was eerst. Eigenlijk, collega De Caluwe heeft er straks gezegd dat de opleiding van die burgemeesters ook heel belangrijk is. En die is tot op heden nog niet verplicht. Ik heb zelf in Campus Vesta 3 dagen lang de opleiding crisismanagement mogen volgen. Mij viel toen op, dat is nu een acht jaar geleden ongeveer, mij viel op hoe weinig collega's daar toen ook op aanwezig waren. En uw 5 disciplines kunnen coördineren is nog altijd een van de kerntaken van die burgemeester. Of dat het een federale fase is, een provinciale fase, het valt toch heel vaak op die lokale schouders om in hun eigen CCGM te gaan zien hoe dat je de crisis gaat beheren en beheersen. Dus dat is ook een pleidooi van mij. Dat is eigenlijk de logica zelf. Het zou een verplichting moeten zijn dat de burgemeesters die opleiding moeten volgen. Meneer Breers. Gewoon om toch even te verduidelijken. Ik zeg niet dat een zone die bestaat uit 19, 20 of 21 gemeenten, dat die nog moet gaan fusioneren met een ander. Maar ik spreek over, toevallig in mijn provincie, 2 kleine zones. Met enkele gemeenten. Ik denk dat dat voorbij is, dergelijke structuur. Nu, ik vind ook, we moeten proberen om te werken met wat er al is, of wat we aan het creëren zijn. Vlaanderen creëert op dit moment regio's. Dat is duidelijk. Bijvoorbeeld die vervoerregio's. Mij zou het logisch lijken dat die vervoerregio en de hulpverleningszone en de politiezones die daarbinnen zitten, dat 1 samenwerking wordt. Dat is voor de burgemeesters die altijd klagen, terecht, dat ze in te veel structuren zitten, zou dat wel leuk zijn als ze dat allemaal samen krijgen in 1 regio-structuur. En wat die politiezones betreft, daar vind ik wel dat er nog heel veel fusies mogen komen. In Oost-Vlaanderen zijn er denk ik nog altijd 26. Dat is lachwekkend natuurlijk. Hè? En ik weet dat de meeste korpschefs ook ervan overtuigd zijn dat we naar fusies moeten gaan. Natuurlijk fusies, en daar is ook al voor gezorgd, die niet over 2 hulpverleningszones kunnen lopen. Hè? Ze moeten kiezen voor een bepaalde hulpverleningszone. De brandweer die eigenlijk het goede voorbeeld geeft aan de politie. Maar gelukkig zitten we op een brandweercongres. Mevrouw Plateau. Even kort aanvullen bij, ik hoor over de regiovorming spreken en over de hulpverdelingszones. Ik ben zelf nogal persoonlijk een believer van ook gemeentelijke fusies. Ik denk dat we echt ook die allerkleinste gemeenten moeten gaan opschalen. Gemeenten van minder dan 10.000 inwoners. Ik denk dat dat eigenlijk niet meer werkbaar is. En dan zit je ook met minder burgemeesters aan tafel in die regio's, in die zones. En dan denk ik dat ook je ziet hele kleine gemeenten die met burgemeesters zitten, die dat ook niet als een voltijdse job doen. Als ik zie wat de taken zijn die een lokaal bestuur moet opnemen en de aansturing die je als burgemeester moet geven, denk je dat dat wel echt ook een professional moet zijn die taken moet behartigen. En in tijden van een crisis heb je die persoon dan ook wel nodig om de verschillende diensten bij elkaar te brengen en die aansturing te voorzien. Nu, ik ga even bij u blijven. We zien in Europa inderdaad dat de schaal van de hulpverlening van een brandweerdienst eigenlijk altijd wel in de richting ligt van wat wij hier nu ook gecreëerd hebben in België. Misschien nog iets groter. We zien ook dat die vaak nog wel wat breder takenpakket opnemen en bijvoorbeeld civiele bescherming, om dan toch misschien een beetje de zwarte olifant in de ruimte te benaderen. We zien daar ook dat er heel andere modellen bestaan. Bijvoorbeeld in Nederland bestaat helemaal geen civiele bescherming, of in Denemarken, en die zit geïntegreerd bij de brandweer. Je ziet ook een model waar wij naartoe moeten om crisismanagement, civiele bescherming, grootschalige incidenten, om dat eigenlijk in die veiligheidsregio eigenlijk te gaan samenvoegen. Ja, dat zou kunnen. Ik ga me daar niet over uitspreken, omdat ik kom nog maar ook pas piepen, zal ik maar zeggen, in de Kamercommissie. Dus ik ben ook hier om vooral veel te leren en te luisteren. Dat zou een werkbaar model kunnen zijn. Mijn partij Groen is wel heel kritisch geweest
over de hervorming van de civiele bescherming. En ik denk, ja, je kunt de kaasschaaf bovenhalen, maar op een gegeven moment heb je net het velletje te veel afgeschaafd. En dat is wel iets waar dat je bewust voor moet zijn. En, dus in die zin waren we wel kritisch bij het blijven, bij de besparingslogica die er wel achter zat, achter die hervorming. Maar er zijn misschien andere landen waar we het kunnen leren, hè, en die hele interessante werkbare formules hebben, zeker en vast. Meneer de Kaluwe. Ik denk dat de brandweer inderdaad in heel het crisisbeheer toch wel een bijkomende taak moet kunnen krijgen, omdat jullie inderdaad ook al die cultuur hebben van te oefenen. En oefenen is toch wel heel belangrijk. Ik ga wat reclame maken voor het boek dat u geschreven heeft met twee collega's. Heel interessant, maar ik was ook op de boekvoorstelling en ik dacht dat het uw collega Stijn was die op een bepaald moment zei van kijk, ja, crisis oefenen. Moet je eigenlijk voorbereiden op een aanval door zombies, dus iets dat compleet onrealistisch is. Maar ik vond dat eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld, hè, omdat inderdaad, een crisis, je weet nooit wat je moet verwachten, dus bereid je voor op iets dat hopelijk nooit gaat gebeuren. En in het geval van zombies ga ik ervan uit dat dat nooit zal gebeuren. Maar dat is wel de cultuur die jullie hebben, hè, heel veel oefenen. Dus vandaar dat ik denk dat er zeker een sterkere rol voor de brandweer mogelijk moet zijn. Dank u. Meneer Beerts. We er absoluut op inhaken. Oefenen, oefenen, oefenen. En dat gebeurt nu praktisch niet natuurlijk in deze tijden, maar dat gebeurt veel te weinig. En men moet ook durven oefenen. Ik heb ooit eens voorgesteld om rond de kerncentrale van Doel eens een perimeter van 10 kilometer volledig leeg te maken, omdat er een kernramp was. Er was geen sprake van, men wilde de straten nog niet afzetten. Dus nochtans zou men beter eens een echte oefening houden. En dan weet men waar men terecht kan en niet in puienbroek zoals nu voorzien is. Het ligt veel te dichtbij trouwens. Dus eigenlijk oefenen, dat moeten we dringend gaan doen. Oké. Okay. Ik ga stilaan dit thema afronden, want we hebben nog een laatste thema te behandelen. Maar wat mij wel is opgevallen, is dat we toch eigenlijk een relatief positief beeld hebben gehoord van de hulpverleningszones. En het ook wel duidelijk is dat de hulpverleningszones misschien wel een stukje van de sleutel zijn in een antwoord naar een nog beter crisisbeheer. Maar dan zullen ze wel ook beter moeten gaan samenwerken en inderdaad die eenheid van commando ook proberen mee te gaan invoeren. Het laatste thema dat ik met jullie wil behandelen is het leren van lessen uit crisissen. Het is een thema dat heel vaak na een crisis aan bod komt. De roep om een leerorgaan, een parlementaire commissie, een leercommissie. Eigenlijk na elk incident, na elke grote gebeurtenis, na elke grote ramp, komt die vraag terug. De maatschappelijke impact van een crisis is van die grote orde dat we daar echt wel van moeten leren. En uiteraard, het spreekt voor zich, meneer de Kaluwe, dat ik dan eerst even naar u kijk als voorzitter van die bijzondere commissie rond COVID. Leren we goed van crisissen? Het is eigenlijk zoals dat je zegt, er wordt wel een evaluatie gemaakt. Maar ik denk dat net ook collega Metsu was, die zei van ja, dat ligt daar dan en daar wordt dan heel weinig mee gedaan. Dus ik denk dat het inderdaad belangrijk is, als je die evaluatie gedaan hebt, om daar inderdaad ook regelmatig naar terug te grijpen. En ook daar hebben wij als parlementslid ook wel een belangrijke rol in, want mevrouw Plateau heeft terecht het voorbeeld van de mondmaskers aangehaald. Het was natuurlijk in een periode waar dat er een regering van lopende zaken was, waar dat er ook geen moeilijk was om middelen vrij te maken voor zaken die op dat moment niet noodzakelijk lijken. En waar dat er een plan lag, want dat heeft toenmalig minister De Blok ook in de commissie gezegd, er was een plan om met roterende stoks te gaan werken, maar ja, ze heeft die stok laten vernietigen omdat alle adviezen ook wel aantoonden dat die maskers eigenlijk niet meer bruikbaar waren. Nu, maar dat zijn zaken, je kunt zeggen van oké, ze heeft dat ook toegegeven, dat was op dat moment een foute beslissing. Maar wat dat eigenlijk opvalt, is dat daar ook nooit enig parlementslid vragen over gesteld heeft van hoe zit dat met die stok van mondmaskers, is die daar nog of niet voor de crisis? Op het moment dat de crisis begonnen was, werden die vragen wel gesteld. En ik hoop heel oprecht, ik ben ervan overtuigd met de coronacommissie, een heel goede aanbeveling geschreven, 135. Maar ik hoop echt oprecht dat de komende jaren de parlementsleden regelmatig terugkijken naar die aanbevelingen en de ministers daar ook over bevragen.
heb je met deze aanbeveling, meneer of mevrouw de minister, wat heb je daarmee gedaan? Wat ga je daarmee doen? Heb je daar dingen uit geleerd? En ik denk dat dat de verantwoordelijkheid is die we ook allemaal moeten nemen. Inderdaad, niet enkel de evaluatie doen, maar ook continu blijven opvolgen of dat er met de lessons die geleerd worden, of men daar ook effectief iets mee doet. Ja. Meneer Maaert. Aansluitend, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je ook lessen leert. Dat je ook de fouten, dat je daar ook kan uit leren. Ik heb dan nu zelf onze wateroverlast gezien die wij gehad hebben. Dat was voor ons ook van 1998 geleden. Ik had daar een aantal mensen nog rond de tafel zitten die het toen hadden meegemaakt en die nog wel konden anticiperen. Maar het is vooral ook belangrijk dat je bepaalde dingen ook effectief evalueert en ook echt notuleert. En dat je dat eigenlijk dat in het boek klaar ligt. Als de volgende ramp komt, dat de volgende die daar op dat moment zit, dat die eigenlijk maar gewoon een draaiboek moet openen en zeggen van dat kunnen we doen. Ik denk dat het altijd belangrijk is om een aanbeveling ook iets mee te doen. Het zou heel erg zijn als we nu een evaluatie maken en bij een volgende ramp opnieuw een evaluatie maken en gewoon dezelfde dingen daar zien en terugkomen. Dan hebben we gefaald, denk ik. Dus daarom is evalueren, denk ik, zeer belangrijk. Bij de brandweer hanteren we een techniek na interventies, dat heet de After Action Review. En dat is eigenlijk een hele snelle evaluatietechniek waarmee je een interventie gaat evalueren en leerpunten nemen. En eigenlijk het nadeel van die techniek is dat je net niet gaat noteren. En dus de techniek met de meeste impact op leren, die leidt eigenlijk niet tot het noteren en gaan vastleggen van de lessen. En dat is een enorme uitdaging, want leren vereist natuurlijk ook vertrouwen. Nu, na Wetteren bijvoorbeeld, hebben we gezien dat er ook heel veel aandacht was, ook na COVID en na de meeste rampen, op de schuldigen zoeken. Maar hoe heeft u dat ervaren? Want eigenlijk is er veel meer te leren van de gebeurtenissen in Wetteren dan enkel te zoeken naar ja, wie was de treinchauffeur of de treinmachinist die de laatste beslissing heeft genomen. Zoals ik al zei, ik denk dat het belangrijkste gevolg is geweest de ontplooiing van BeAlert. Dat lijkt mij heel belangrijk en het feit dat dat ja, in de toekomst ongetwijfeld een tool zal blijven, bewijst dat het een goede investering was. Maar er zijn natuurlijk andere zaken. Hè. Een van onze evaluaties was, ja, ons spoorwegnet moet veel vlugger beveiligd worden, zodanig dat treinen niet te vlug kunnen gaan rijden. Daar is men ook mee bezig, daar wordt ook zwaar in geïnvesteerd, dus dat moeten we ook als positief zien. Maar een andere vraag was dat vanaf nu gevaarlijke treinen tenminste 2 machinisten zouden hebben. En dat is er nooit gekomen. Oké. Want dat is een systeemverbetering die eigenlijk wel zou moeten leiden tot minder ongevallen. Meneer Metsu. Dat wou ik zeggen, we zijn soms nogal rap content. Nog niet zo lang geleden, enkele jaren terug, mogen wij vanuit de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016, hebben wij kamerbreed enorm veel aanbevelingen goedgekeurd. Nog niet de helft daarvan zijn doorgevoerd, nog niet de helft. Wij vragen nu een jaar lang aan de regering van geef ons een Excel-lijst van hoe ver jullie staan. Waar zijn jullie mee bezig? Welk licht staat op groen, oranje, rood? Zijn er zaken bij, zoals het slachtofferfonds voor de slachtoffers van terreur? Er is geen sprake meer van. Dat is geschrapt. Hoewel dat we allemaal nog eens kamerbreed gezegd hebben, daar willen wij voor gaan. Dus het zou heel fout zijn, mochten wij op onze borst kloppen en zeggen, na een commissie die heel belangrijk was trouwens, na een commissie van, voilà, hier is het rapport, hier is het verslag en schluss damit. Dan begint het net, dan begint het pas. En dan vind ik het wel, ik ben nogal een technocraat, ik hou van experten buiten de politiek, dan denk ik dat die leercommissie heel erg belangrijk kan zijn om die ook te vullen met experten ten velde van de disciplines. En laat die knappe koppen maar samen mee het beleid ook opvolgen. Dat moet niet louter een politiek college zijn of een politieke commissie zijn, waarvan je eigenlijk al weet dat er dan ook weer andere politieke belangen spelen. Dus dat mag wat mij betreft zo objectief mogelijk zijn. Het is logisch, mevrouw Plateau, dat we een kamercommissie hebben, want dat is natuurlijk uiteraard de rol van de volksvertegenwoordigers om een controle uit te voeren op het beleid. Maar zou het toch niet iets meer standaard moeten ingebouwd worden, iets minder ad hoc zijn, zo leren van incidenten? Ja, want ik wou ook aansluiten op wat er gezegd wordt. Ik denk dat wij in België eigenlijk geen echte cultuur hebben van beleidsevaluatie. Andere landen zijn daar eigenlijk veel beter in en laten dat ook veel meer gebeuren door administraties, door ambtenaren, om echt
objectieve beleidsevaluaties te maken. En ik denk dat we daar, dat we een heel, we hebben grote kabinetten en we hebben heel veel politiek personeel en die meer op korte termijn denken. En ik denk dat we daar wel een inhaalbeweging kunnen maken om echt meer te gaan naar sterke administraties die ook dat aspect van beleidsevaluatie kunnen en mogen doen. En ik vind het ook wel belangrijk wat meneer De Kaluwe zegt, van we moeten ook als politici, we hebben inderdaad nu een rapport gebracht met aanbevelingen en het is ook onze verantwoordelijkheid om te gaan kijken, worden die aanbevelingen nu ook uitgevoerd? En dat zal echt iets zijn dat we moeten doen en niet denken dat het werk nu klaar is. Ja. Meneer Moyaerts, moeten we dan gaan naar een soort vast leerorgaan, een soort instelling die de verantwoordelijkheid heeft om te leren, het niet juridisch luik van het leren of het niet gerechtelijk luik van het leren, dan bedoel ik? Maar ik denk dat wij ons altijd goed moeten laten ondersteunen en ik denk dat daar ook kamerbreed over eens zijn door de experten. Ik denk niet dat altijd het beleid moet gaan micromanagen op bepaalde dingen waar ze ook niks van kennen, dat je je goed moet laten begeleiden daarin. Het is natuurlijk wel ook belangrijk dat alle aanbevelingen die je krijgt, dat die ook effectief in wetgeving zit. Dus ik denk dat eigenlijk politiek en experten elkaar op dat vlak moeten versterken. Het is een en-en verhaal, denk ik. Goed leren met de dingen die je aangeboden krijgt en met die aanbeveling ook effectief aan de slag gaan in het parlement en er ook effectief iets mee doen en dat een wetgeving gieten. Dat denk ik dat belangrijk is. Oké. Okay. Ik begrijp in ieder geval dat wij met de operationele mensen gevraagd worden om onze input te leveren. En Netwerk Brandweer heeft dat de laatste jaren ook actief proberen doen in verschillende kamercommissies. Ik hoop dat we dat ook in de toekomst verder kunnen blijven inzetten. Is er een grotere rol te vinden voor een organisatie als Netwerk Brandweer binnen dit verhaal van leren van incidenten, maar ook voorbereiden op crisis? Dus een rol in de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie. Vinden we daar een rol voor Netwerk Brandweer? En ik kijk misschien naar meneer De Kaluwe of meneer Metsuya, wil daar graag op antwoorden. Ik kan daar heel, heel kort op antwoorden. Wij pleiten ervoor om het Netwerk Brandweer ook mee die vaste positie binnen het kabinet te geven als een soort liaison met de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is al een tijdje bezig. Ik denk dat er nu positief nieuws uit de bus gekomen is of aan het komen is. Ik weet niet wat dat de laatste update daar is. Maar ik heb altijd gezegd dat alle disciplines daar vertegenwoordigd moeten zijn. En als de politie daar vertegenwoordigd is, dan moet de brandweer daar zeker vertegenwoordigd zijn. Ik zie u knikken, meneer Briers. Het is uw partij natuurlijk. Ja, ik denk dan natuurlijk aan ons. We hebben een federaal crisiscentrum. We hebben de provinciale crisiscentra, die ook veel oefenen. Als die met elkaar oefenen, dan zien we dat er van alles verkeerd loopt. Dus daar al, en daar wordt wel veel geoefend. Dus nog andere platformen gaan creëren, ik zou daar eigenlijk niet aan beginnen. Ik zou wat er is gaan versterken, dat federaal crisiscentrum. Volgens mij zitten daar de experten, ook provinciaal. Het zijn de korpschefs, het zijn de brandweercommandanten, het zijn de vertegenwoordigers van de medische discipline, van de civiele bescherming, van defensie, die daar samen zitten. Dus je hebt eigenlijk die platformen waar de specialisten zitten. Maar ook daarin mag meer professionalisme komen, mag nog meer vanzelfsprekend geoefend worden, zonder twijfel. Meneer De Kaluwe, ik zie u ook knikken. Dat was inderdaad ook een element in onze coronacommissie. Dus we hebben ons ook laten bijstaan door 4 experten die ook hadden gepleit voor de oprichting van een BEMA in naar het model van wat men in Amerika heeft. Maar we hebben er eigenlijk vanuit de politiek voor gekozen om inderdaad ook te gaan kijken naar de bestaande structuren die we hebben, om die te versterken, zoals inderdaad het Nationaal Crisiscentrum. Maar die dan inderdaad netwerken moeten vormen, zoals ik ook in het begin zei, met andere FOTS, met andere overheidsdiensten, zodanig dat ze elkaar kennen en samen kunnen oefenen, omdat we inderdaad daar ook gezien hebben, ja, als zij moeten samenwerken, ze zijn allemaal heel goed voorbereid, maar op het moment dat ze moeten samenwerken, lopen er dingen fout. Dus vandaar inderdaad toch wel die bestaande structuren proberen versterken vooral. Ja. En daarmee is eigenlijk de cirkel rond, want we zijn begonnen met te vertellen dat er heel wat expertise is op het terrein. Er is een onvoorstelbaar grote crisisexpertise bij de diensten op het terrein, bij alle disciplines. Ik denk inderdaad dat het een grote uitdaging is om ze samen te brengen en te laten samenwerken op het moment dat die collectieve actie nodig is.
Nu om u te bewijzen en ook te bedanken voor het debat natuurlijk, maar ook te bewijzen dat er heel wat leervermogen en inzichten binnen de brandweer bestaan, heb ik voor u als cadeau, voor u allen als cadeau voor de deelname aan dit debat, twee boeken mee, die geschreven zijn in samenwerking met een aantal andere auteurs in het kader van een onderzoeksproject Brandweerzone Antwerpen, Netwerk Brandweer en de Antwerp Management School samen, waar eigenlijk zowat alles van wetenschappelijk onderzoek dat gebeurt binnen de brandweer gebundeld wordt, tweede uitgave, is een unicum, want u krijgt eigenlijk vandaag het eerste exemplaar van dit nieuwe werk dat vandaag officieel uitkomt. En het heet Brandweer aan Zet, bedrijfsmanagement in turbulente tijden. Dus de brandweer kijkt naar zichzelf als een organisatie in turbulente tijden en wil graag haar inzichten en expertise met u delen. Later ook voor alle mensen die aan het volgen zijn beschikbaar, maar nu al voor u. Ik wil u bedanken en ik vraag graag een applaus voor onze paneleden. Dank u. Ik vond het heel fijn.